De hevige regenbuien gisteravond hebben ervoor gezorgd dat op verschillende plaatsen het zand van de taluds langs de zuidelijke ringweg is weggespoeld. Door de regen raakte de zandconstructie van de tijdelijke noodweg zo verzadigd dat de grond veranderde in een modderstroom. Normaal houdt het gras het zand op zijn plaats, maar dat is sinds de aanleg van de noodweg niet gegroeid door de droogte. Vanwege de werkzaamheden werd één rijstrook in de richting van Drachten afgesloten en de afslag Helpman op de noordelijke baan. De aannemer gaat het regenwater omleiden met regenpijpen.